Het is er. Ah, ja, dat komt niet goed uit. Komt niet goed uit. Hennikt, de hardware home. Check de koelaars. Het is echt van het softe spul, joh. Echt. Hij zit super lekker, staat er zelfs allemaal in. Hennikt. Het is super zacht. En het logo. Hij valt moeilijk te zien. Dat klopt. Maar hij is erin gebrand. En die patch is erop genaaid. Want als je naar binnenkant kijkt, zit een klein cirkeltje. En dat is de patch wat genaaid is. Ja. Maar in ieder geval, dit is het logo. De naam en zo kun je bijna niet zien. Daar onderin een beetje. Maar dat was dan, denk ik, eigenlijk net te klein. Voordat die brander of wat ze dan ook gebruiken. Dus. Maar de D en een S is duidelijk te zien. De drone is duidelijk te zien. De ring is eromheen te zien. Dus ja, ik vind hem hartstikke mooi. Ongelooflijk. Soms verwacht je dingen anders dan dat je krijgt. Ik had hem iets beter verwacht. Duidelijker, maar hey, ik klaag niet. Ze hebben de drone erin staan. Met de propellers. Dat vind ik al heel knap, want dat is heel klein. I love it. Hij zit ook echt hartstikke lekker. Zo, hè. Die andere heb ik hier nog hangen. Oh boy. Ik heb de laatste tijd wel vaak dezelfde soort thumbnails, merk ik. 1, 2 en 3. Kijk, heb ik weer een thumbnail. Alweer. Heb ik er 3. Hallo. Dus ja. Oh, ik ben hier zo blij mee. Hij zit zo lekker. Vleken met die andere 2. En de rest van dat hele rijtje. Deze is echt het lekkerste van allemaal. Dat sowieso. Hij voelt ook het lekkerste aan. Het is echt van dat ja, suere, huppelpup, stofachtig iets. Je kan zelfs je naam erin zetten met je vinger. Dus ja. Een beetje het idee wat je ook wel eens in een bus hebt van dat stof, van die Q-liners. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog in zit, maar als je daar je naam op schrijft, dan blijft dat staan. Nou, dat soort idee heb je ook met dit capje. Nou, geinig. En ik heb nog wat weer gekregen. Vistaprint. De kaartjes zijn ook binnen. Wow, dat lijkt vet zo. Voor de mensen die zich afvragen hoe ze eruit zien. Rechthoekig. De kaartjes. Freelancer, filmer, editor, YouTuber Dennis de Groot. En op de achtergrond staan allemaal gegevens. Er staan ook freelancer, filmer, YouTuber, editor, filmen, film edits in 4K of 1080p 60 frames. Dennis de Groot, mobiele nummer en e-mailadres. Oude logo staat er nog op. Nieuwe logo staat er groot op, een beetje bewerkt. En de officiële logo die ook aan de voorkant erop staat. Dus ja, ik heb nu een stuk of 20 bij me. Zit in een doosje. Dus daar hou ik. Ik heb 400-500 besteld. Nou, deze twee doosjes zitten helemaal vol. Als je me niet gelooft, die zitten helemaal vol. Dus ik kan een hele lange tijd vooruit. Mooi zo. Dus als iemand een keer wat vraagt, kan ik ze een kaartje geven. En dan is dat ook weer voor elkaar. De cap is perfect. De kaartjes zijn goed. Die twee zijn mooi. Die caps. 3 caps, waarvan maar 1 in de wereld is. Van deze, van die en van die. Ik ben uniek bezig. I love it. Deze vind ik het mooist. Alleen jammer dat die logo niet zo heel duidelijk is. Maar hallo, ik moet niet zeuren. Ik vind hem het mooist. Ik vind die logo op die vind ik het mooier. Want dan kun je tenminste duidelijk zien en lezen. En dat kun je bij deze niet. Maar de logo zit hier vast erop. Want die zit in die patch gebrand. En die patch zit hier weer op genaaid. Dus dat zit eigenlijk vaster. En deze zit veel lekkerder. I love it. Ik ga zo meteen zelf even. Ik moet even wat eten maken voor mezelf. Want mijn ma die heeft de laatste dag van het werk. Dus die heeft een uitje met bedrijf. Mijn pa die heeft een warm-koud buffet met het bedrijf. En daar ook 2 weken vakantie volgens mij. Dan mijn zusje. Nou, geen idee waar die is. Altijd foodsie, dus dan blijft er over. Ik alleen. Maar ik kom er wel uit om iets te eten. Ik heb eigenlijk niet echt heel veel zin om wat te maken. Maar ik kom er wel uit. Hoop ik. Oké, weet je wat? Ik mag dit niet zeggen, maar f***bol.com. Weet je wat er nou weer aan de hand is? Ik heb een mailtje gekregen. Ik zal je het perfecte mailtje ook nog even laten zien ook. Voordat mijn accu leeg is, want ik zie dat die nog op 1 streepje staat. Bol.com. Even kijken hoor. Zo, dat is wel heel erg licht. Beste de heer Dennis de Groot. Als je wil lezen, moet je maar even stopzetten. Ja, staat er niks fouts in. Nummer, die streep ik dan nog wel weg. I don't give a shit anymore. Onderstaande artikel uit bestelnummer. Heb je ter reparatie aangeboden? Ja, daar, 4 maanden geleden. Na onderzoek is gebleken dat dit artikel helaas niet gerepareerd kan worden. Na f***ing 4 maand. Ze hebben mij een opgave gegeven van wat ik moest betalen. Dat heb ik betaald. Ik heb betaald wat ze moesten repareren. Wat ze gaan repareren. Wat ze me gezegd hebben dat ze gaan repareren. Heb ik betaald. Komen ze me vandaag mee dat ze het niet kunnen repareren. Hoe kom je dan in godsnaam bij die reparatie die ik moest betalen en heb betaald? Hoe kom je daar dan bij? Dat
Kan hem toch helemaal niet. Dus ik heb ze weer vrolijk even opgebeld van, hoe wat? Blijkt dus niet gerepareerd te kunnen worden. Nou, I don't give a shit anymore about bol.com. Ze mogen hem houden. Ik krijg mijn geld terug. Met andere woorden, ik heb mijn geld allemaal al teruggekregen. Ze zijn nou nog bezig om mijn geld terug te krijgen van wat ik heb betaald voor de reparatie. Maar dat komt ook wel goed dan, denk ik. Ik ga er net zo lang over doorzeuren totdat dat goed komt. Nou, ik heb in ieder geval wat ik betaald heb voor de drone. Dat heb ik in ieder geval alweer terug. Dat is hartstikke mooi. Dus heb ik 4 maanden lopen verkloten aan een reparatie, wat uiteindelijk gewoon niet gerepareerd kan worden. Punt 1. Punt 2 is, hoe? Hij wordt gerepareerd bij DJI. DJI is een bedrijf die heeft die drones opgebouwd van rommel. Van niks. Vanaf de grond. Ontworpen, gemaakt, getest, gedaan, gepeterd en alles. Hoe kun je zoiets dan niet repareren? Apart. Heel apart. Echt heel apart. Maar oké, het is niet anders. Bol.com. Voor dit keer met deze service die ik vandaag heb gekregen is bij mij de druppel geweest. En ik snap dat die mensen dat ook snappen. Ik bestel zulke dure dingen niet meer bij bol.com. Ik haal het wel op ergens anders. Dus ik heb een mooie besteld bij Camera Nu. Ik weet dat de service van Camera Nu goed is, want ik bestel alles van deze camera komt er weg. Die tripod komt daar niet weg. Microfoon die komt daar weg. Die andere GoPro Hero 4 komt daar weg. Wat heb ik daar nog meer weg? Die timelapse ding voor deze camera heb ik daar weg. De iWeg die komt bij de HEMA weg. Wat heb ik nog meer? Die tas komt daar weg. Tassen komen er weg. Beide tassen. Nou, en ga zo maar door. Meer wat ik gebruik met video's. Steadicam komt daar weg. Gimbal komt daar weg. Ja, bijna alles komt daar weg. Dus ik heb hem daar weer wegbesteld. Voor 23 uur besteld. Morgen in huis. Dus ik denk dat ik morgen niet in huis heb. Waarom niet? We zitten voor de kerst. Dus ik denk niet dat ze hem morgen brengen. Maar hé, we zullen vanzelf wel zien. Al zeg ik mezelf. Even kijken, het is nou de 12e. 4 maanden terug, dus het is de 12e, 11e, 10e, 9e, 8e. En de 8e heb ik hem dan besteld. Op bol.com, ja, voor de bestelling. Jamma! Op maandag 17/7/2017 om 19:49 heb ik hem besteld. Ja. Oh, mijn filters. Mijn filters. Wacht eens even. Ik dacht al, die filters die had ik er niet meegegeven. Die heb ik nog. En het allermooiste is om even te zien. Eventjes tussen jullie en mij. De SD-kaart die je bij de drone gratis krijgt, die heb ik ook nog. Denk maar niet dat ze die terugkrijgen. Het is een 16 gig. Je hebt er geen ene reet aan met een drone die 4K filmt. En de tijd dat ik altijd 4K film. Maar, hé, het is iets. Filters heb ik nog. SD-kaartje heb ik nog. De drone is footsie. Daar komt een nieuwe voor. Met ook weer een 16 gig SD-kaart. Ik heb straks SD-kaartjes te veel. Dus sorry daarvoor. Dit wordt een vlog zonder timelapses. I don't care. Oh my god, I break his neck. I broke his neck again. Dus, wat ik nou dus wil zeggen. Ik zat te twijfelen tussen de Phantom 4. Phantom 4... wat was het nou? Phantom 4 Advanced Plus. Of de Phantom... Helemaal geen Phantom, de Mavic. Die ik ook had, de Fly More Combo. Dus, maar de Fly More Combo, die ga ik dus weer nemen. Want ik zit te denken van... Het gaat mij om dat ik hem makkelijk meeneem. En er is niks makkelijker mee te nemen dan een Mavic. Je klapt hem dubbel, je smijt hem in de tas en je hebt hem bij. Maar voor betere beeldkwaliteit ga ik toch voor de Phantom. Dus ik heb er even uitgerekend. Alle opdrachten die ik ga doen voor camera's en zo waar ik geld mee ga verdienen. Dat geld ga ik sparen. En als ik later mijn bewijs heb voor drone. Als ik drone commercial mag vliegen. Dan ga ik een Phantom erbij halen. Eerder niet. Zodoende. Een Spark. Never, nooit, nooit, never, niet, nee. Oh my god. God, ik had het zo duur maken als je zelf wilt. Dus die krijg ik waarschijnlijk morgen binnen. Denk ik niet. We zullen zien hoe het gaat met de kerstdrukte. Hij komt morgen binnen. Trouwens, he's looking sick. Ik heb een mailtje achteraan gestuurd naar Heddict. Over dat mijn logo er heel anders uitziet dan dat zij met andere logo's laten zien op de site. Want dan zie je veel meer detail en de tekst dat erin staat, dat zie je niet. Ja, sommige stukjes. Dus daar heb ik een mailtje achteraan gestuurd. Dan krijg ik waarschijnlijk wel bericht over van hoe en wat. Maar in ieder geval... Hey, ik vind hem goed zo. Kijk, zo valt het beter op als je dit doet. Oh, valt hij net zoveel op. Maar ik vind hem mooi zo. Ik vind hem goed zo. Ik vind hem mooi zo. De tekst en zo, dat maakt mij niet heel veel uit. Het is dat je het logo ziet. De rondje, de lens en de drone. En dat zie je dus. Daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het eigenlijk om. Love it. Het heeft bijna dezelfde kleur als mijn haar. Moet je nagaan. Hoe vaak heb ik wel niet gezegd in deze vlog, I love it. En in de vorige vlog en in de vlog daarvoor en in de vlog daarvoor en in de vlog daarvoor. Ik begin te merken dat langzaam mijn stopwoordje wordt. Maar dat is niet de bedoeling. I don't love that. Nee! Oh jee! Nou ja. Het is voor mij laat genoeg jongens. Dus jullie weten het routine. Ik stop ermee. Voor vandaag.
Morgen ben ik er gewoon weer vrolijk weer. Maar voor vandaag, I'm done. Dus ik hoop dat je deze vlog leuk vond. En verder geniet van je dag, middag, nacht, avond, ochtend, wat je dan ook doet. En dan hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Als je deze vlog leuk vond, laat het weten met een duimpje omhoog. En dan hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Hoe vaak heb ik dat wel niet gezegd? Ik moet toch even beter gaan in het outro werken. Jongens, meisjes, en tot morgen. Aloha.